In Wunja is een universeel verhaal over de vergankelijkheid. En dit is een mooi document van een dorp wat gaat verdwijnen. En ik denk dat dat recht heeft om dat aan de buitenwereld te laten zien. Nou, het begon natuurlijk met dat ik zocht naar Chinezen die in Afrika bezig waren. Toen kwam ik uiteindelijk in dit dorpje terecht, waarvan ik hoorde dat Chinezen in het oerwoud tegen de grens van Congo aan ijzer hadden gevonden. Vroeger ging de weg er doorheen. En doordat die Chinezen kwamen, is er een nieuwe weg die niet meer door het dorp gaat. Dus daar waren restaurantjes en cafeetjes en de taxibrommers die gingen daar een litertje benzine in een melkfles halen. Dat is allemaal voorbij. Niemand komt er meer doorheen. Dus dat dorp sterft gewoon langzaam uit. De jongeren die trekken weg en alleen de ouderen die blijven daar nog over. Toen ik de eerste keer daar naartoe ging, was dat gewoon een zandweg, 40 kilometer zandweg om daar naartoe te komen. En 7 jaar later reed ik over een asfaltweg, ook naar dat dorp. En er was een haven. In dat dorp zijn de mensen in het begin, hè, ik was een vreemdeling, de dorpschef vond het goed dat ik daar ging fotograferen. En die mensen zijn in 7 jaar hele dierbare vrienden van me geworden. Er was een man in het dorp, Papa Benoit heet hij. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdfiguur van mijn boek geworden. Een ongelofelijke, prachtige man. En hij verkocht in een winkeltje maggieblokjes en plastic zakjes whisky en dat soort dingen. Dus ik ging elke dag ging ik bij hem langs en ging ik met hem kletsen. Die man heb ik gevolgd, 7 jaar lang. Of eigenlijk 6 jaar lang, want het laatste jaar is hij overleden. En daar ontstond een hele warme band. Het was echt mijn grote vriend in dat dorp. Ik kwam bij papa Benoit en hij bleek ziek te zijn. Hij voelde zich helemaal niet goed. En ik dacht van, hij is zo fragiel, hij moet naar het ziekenhuis. Dus ik heb gevraagd aan de buurvrouw, Cecile, van, vind je het goed als je met mij meegaat met papa Benoit naar het ziekenhuis? En ik heb mijn motorfiets, alleen ik vond het eng als papa Benoit bij mij achterop zou zitten en dat hij niet vastgehouden wordt, want ik moest rijden. Dus Cecile ging mee, wij liepen met z'n drieën naar de motorfiets toe. Ik voorop, papa Benoit in het midden en Cecile achterop. En zo zijn we naar Kribi, naar het grotere plaats gegaan, naar het ziekenhuis. Dus hij was in het ziekenhuis en er werd bloed geprikt. En hij was 87 en nog nooit was er bij hem bloed geprikt. Dus hij sloeg die zuster, want hij dacht, wat doe je nou? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ja, ik was in Nederland, toen is hij gestorven. Toen heb ik geld gestuurd naar het dorp toe, zodat zijn begrafenis betaald kon worden. En een half jaar later was ik weer in Ebunja en toen heb ik met twee vrienden daar zijn grafzerk gemaakt. En op die grafzerk hebben we een nisje ingemaakt waar een fotootje wat ik van hem gemaakt heb en wat ook als schermafbeelding op mijn mobiel staat, wat dan mooi gemonteerd is in dat nisje op zijn graf. Kijk, daar heb je dan op die foto daar, heb je zijn hand en dat is ook de cover van het boek. Zoals ik begonnen was, was het meer een tijdlijn. Nu zit in het boek zit alles door elkaar. Het is echt een beeldverhaal geworden over intimiteit van dat dorp. Pour le solide. Tu fais le même
Ik vind het mooie van fotografie dat ik dit vastgelegd heb. Dat boek is gewoon het dorp wat dan nog door blijft bestaan. En 10 jaar later neem ik het boek weer mee naar Ebunja om het aan die mensen. Dan gaat er weer een koffer met boeken die kant op. Je n'est pas l'or, ni le diamant pour remettre, pour donner. Mais rien que l'amour, je vous remercie beaucoup.